Website van een regeringsgezinde krant kwam er een getal van bijna 10.000 gesneuvelde Russische militairen naar buiten. Was dat een foutje dat dat naar buiten kwam? Ja, nou, het is in ieder geval onmiddellijk weer ingetrokken. En ik begreep dat, dat jij uh, al aangaf dat er. Dat mogelijk die site gehackt zou zijn. Ja, dat was een verklaring van de eigenaar van die krant... Komskomolskaya Pravda. Die hebben gezegd dat inderdaad de website gehackt was. Ja. Um, ja, dus. o, terwijl het maar een getal is. Ja, maar Amerikaanen... als we naar het aantal kijken... Ja. Uh, het is een aantal wat ook heel veel vanuit Amerikaanse bronnen wordt bevestigd. Uh, ja, de Russen houden nog steeds vast aan hele lage cijfers... die gewoon in mijn ogen volledig niet realistisch zijn. Ja. Uh, uh, en ja, laten we ons allemaal beseffen dat als dat die 10.000 zijn... daar zitten dus... Per iedere gedode Russische militair zitten er vijf tot tien familieleden achter. Uh, hele families zitten erachter. Dus uiteindelijk wordt dat toch in Rusland bekend en gaat dat tot uh, effect leiden. Ja. En ook dan nog eens een keer, als je dan kijkt naar het aantal gewonden, wat je daarvan zou mogen afleiden, mag je toch al snel drie tot vier, vijf keer mag je wel uh, vermenigvuldigen. Ja. Dat betekent dat uh, langs hand van de 200.000 troepen die zijn ingezet, een kwart dus uit het gevecht is gehaald.